ik heb vandaag een get ready with me voor Christmas. Dus hoe ik maar met kerst eigenlijk eerst de kerstdag ga opmaken, hoe ik mijn haar ga doen, et cetera, et cetera. Dus ben jij benieuwd, blijf dan zeker even kijken en doe dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Maak je me heel erg blij mee. En dan zou ik zeggen, wellicht heb je er wat aan voor je eigen feestdagen, weet je niet wat je moet aandoen of whatever. Ik ga laten zien wat ik, nou ja, denk ik aan ga doen. Dus laten we beginnen. Ik heb geen make-up op, ik heb al wel mijn dagcreme opgedaan, dus ik heb hier alles voor me liggen. Ik heb geen idee hoe of wat. We gaan het allemaal zien. Wat ik wel weet is dat ik eerst deze ja, soort haarband of zo in mijn haar doe. Omdat ik het echt vet irritant vind als mijn haar de hele tijd in de weg zit. Dus ja, het ziet er niet heel top uit, maar wel heel ideaal. Nou, ik denk dat ik mijn kerstoutfitje ook al aan heb. Dat ga ik straks allemaal laten zien. Ik heb zoveel keuze. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Maar ik denk dat dit hem wordt. Ik bedoel, je hebt drie kerstdagen. Een soort van, je hebt kerstavond. Eerste kerstdag, tweede kerstdag. Dus drie verschillende outfitjes. Dus ik denk dat ik deze met eerste kerstdag aan doe. Maar ik weet het nog niet helemaal zeker. We gaan het zien. Oké, laten we beginnen. Ik begin altijd gewoon met een primer. Ik gebruik hem voor deze After Shave. Die vind ik heel erg fijn. Van Nivea. Maar vertel. Wat gaan jullie allemaal met kerst nu doen? Ik ben kerstavond hier bij mijn moeder. En dan gaan we ook de cadeautjes doen. Echt heel erg veel zin in. Ik ga zo verder met mijn verhaal. Dan nu de foundation. Daarvoor gebruik ik deze van L'Oreal. De Super Blendable Foundation in de kleur Golden Ivory. Ivory. Deze. Echt heel erg licht. Maar ik ben ook best nog wel bleek op dit moment. Dus, hè. Ik ga ook geen zonnebank of zo. Ik hou daar niet zo van. En ik doe ook geen zelfbruiner op. Ik weet niet, in de winter vind ik dat allemaal niet zo bijzonder. Shit, eigenlijk wil ik eerst mijn ogen doen. Nou ja, is oké. Okay. Maar goed, wat doen jullie met kerst nu? Natuurlijk tijdens deze lockdown. Ik ben dus kerstavond hier thuis met mijn moeder en gewoon mijn zus en zo en onze vriendjes. Onze vriendjes. En dan gaan we de kerstcadeautjes openmaken. Echt heel erg veel zin in. En waarschijnlijk gaan we sushi bestellen, maar we weten nog niet precies. Maar waarschijnlijk sushi en anders iets anders bestellen. We gaan sowieso iets bestellen. Want mijn moeder heeft geen zin om te koken. Dus dat gaan wij doen. En daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Nou, dan blijf ik hier slapen met mijn vriend. En dan gaan we eerst kerstdag naar mijn vader. Nou, daar zouden eerst mijn oma en tante komen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet meer door nu met nou ja, corona. Dus dat is wel heel erg jammer. Dus wij gaan nu gewoon met het gezin. Wij hebben al best wel een groot samengesteld gezin, zeg maar. Dus gaan we gewoon spelletjes doen, lekker chillen. En vooral lekker veel eten en drinken. Mijn vader die kan vet goed koken. Dus dat is echt top. Dus hij gaat een viergangen menu maken. Vroeger kookte hij ook echt altijd heel veel. Dus ja, in zijn nieuwe huis en zo gaan we dat allemaal doen. Dus dat is echt heel erg leuk in de nieuwe keuken. Dus ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Oké, mag allemaal wel wat extra natuurlijk, want het is kerst. Bijna. Dan wil ik de full glam. Wat gaan jullie eigenlijk doen? Full glam of lekker chill? Ik heb nu een soort van full glam chill outfitje aan. En ja, leuk. Oké, het is een beetje een gekke combinatie, maar ik ga nu eerst beginnen met mijn ogen. Zodra als er iets uitvalt, zeg maar, dan kan ik dat nog een beetje wegvegen en daarna pas de concealer doen. Dus even kijken, ik heb een heel zwart outfitje aan. Qua lippen vind ik het denk ik bij dit outfitje wel leuk om een beetje... Dan ga ik voor mijn ogen iets, nou ja, subtieler. Ja, laten we dat doen. Geen rood op mijn ogen. Ik denk dat ik... Ja. Nou, als eerst ga ik mijn geliefde Primark oogschaduwkitje gebruiken om een beetje in mijn arcadeboog lichtbruin te doen. Om een beetje diepte te creëren. Maar goed, dus dat is een beetje de planning bij ons. En tweede kerst, of dan blijf ik eerste kerstdag dus bij mijn vader slapen. En dan tweede kerstdag gaan we dan weer naar mijn vriend. Dus eerst nog even ontbijten bij mijn vader. En dan gaan we daarna naar mijn vriend, hun gezin zeg maar. En dan gaan we daar gourmetten. Dus ja, een drukke planning, want gescheiden ouders. Dus let me know hoe jullie kerstdagen eruit ziet. En of je full glam gaat of lekker chill met een kerstdraai. Ik doe gewoon een soort van combi.
Ik denk wel een beetje full glam. Ja, ik hou daar wel van. Ik ga jullie even inzoomen, zodat jullie mee kunnen kijken bij mijn ogen. Een beetje ingezoomd. Ik hoop dat jullie wat meer nu kunnen zien. Maar ik doe ook altijd eigenlijk maar wat. Oké, ik ga later altijd allemaal blenden en zo. Maar nu ga ik dit Sleek paletje gebruiken. Into the Night heet die. En dan zitten er hele donkere kleuren in. Maar ik ga voor de goudige tinten. Dus die breng ik gewoon een beetje hier zo aan. Ik ben absoluut geen beauty expert. Ik doe altijd ook maar wat. En ik zie wel of het mooi wordt of niet. Oeh, die is mooi. Mooie pigmentatie. Echt top. Straks ga ik nog heel mooi mijn haar krullen. Dus het wordt helemaal leuk. Nou, voor de binnenkant in mijn ogen wil ik altijd een iets lichtere kleur. Dus ik ga weer verder in mijn Primark paletje. En er zit een hele mooie champagne kleur in. En die doe ik hier zo aan de binnenkant van mijn ogen. En in mijn ooghoekje. Echt super mooi. Dan pak ik het grote Revolution palet. En daar zitten echt hele chille kleurtjes in. Ik heb deze al zo lang en ik gebruik hem nog steeds heel erg vaak. Ik ga voor deze donkere champagne kleur. Die is echt heel erg mooi met een beetje gewoon bruin. En daarmee ga ik nog een keer mijn arcadeboog lekker donker aanzetten. Trouwens niet te donker, want ik ga ook heftige lippen doen. Dus ik moet me een beetje inhouden. Die zet ik nog lekker extra aan. Met een heel erg mooi stijf kwastje. Goed, nu ziet het allemaal heel raar uit. Dus nu is het tijd om te blenden. En daarvoor gebruik ik een hele grote blending kwast. En ik doe er niks in of op ofzo. Ik ga gewoon met een schone kwast het allemaal even blenden. Dan ga ik nog een keer in dat gouden oogschaduwkleurtje van Sleek om het nog wat extra weer aan te zetten, want het is nu een beetje verdwenen. Dus een beetje laagjes opbouwen en dan ga ik weer een beetje hier buiten zo aanbrengen op mijn ooglid. Wat is jullie favoriete tijd van het jaar? Is dat zomer, winter, herfst, lente, maar ook weet ik veel, Pasen of Sinterklaas of dus kerst. Mijn is dus wel echt kerst. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt gezellig. Er hangt gewoon echt een gezellig sfeertje of zo. Ik hou er wel van. Maar ik vind Pasen dus ook eigenlijk best wel een leuk ding of zo. Want je gaat gewoon lekker vaak, hoe heet dat? Brunchen, maar ook gewoon dat het lente wordt of zo. Weet je, de vogeltjes die gaan fluiten, de bloemetjes die gaan bloeien. I like. Goed, even kijken wat ik ervan gescheten heb dit keer. Ja, dit vind ik wel helemaal mooi. Even de fallout weghalen. En dan is het tijd om de boel even goed te concealeren. Is dat een woord? Concealeren? Concealer. Ik gebruik deze fantastische e.l.f. concealer. Echt. De dekking hiervan is absurd. Echt niet normaal. Ik vind hem echt top. Dus die gaan we lekker gebruiken. Ik gebruik hem eigenlijk ook gewoon elke dag. Ik vind het echt een top ding. En echt heel goedkoop. Het is ook echt zo'n dik borsteltje. En deze breng ik eigenlijk best wel heftig aan. Om het ook nog wat een beetje te contouren, zeg maar, zodat het wat lichter wordt. En nog wat op mijn kin, op eventuele pukkeltjes. En dit blend ik weer uit met mijn Real Techniques Beauty Blender. Die is echt top. Ik heb altijd te veel concealer, dus dan breng ik het ook nog een beetje zo over mijn wenkbrauwen en voorhoofd aan, zodat de poeder straks heel goed gaat pakken op de wenkbrauwen. Dan is het tijd om het allemaal een beetje af te poederen. En ik gebruik daarvoor die Essence witte poeder. Ik gebruik die al heel erg lang. En een Real Technique, heel klein kwastje. En die ga ik eerst onder mijn ogen zo een beetje aanbrengen, deppend. Als ik nu ga vegen, dan veeg ik eigenlijk echt een beetje alles weg. En dan zie je echt van die, dat zie je gewoon zo. Dus ik dep het erop. En daar wil ik het ook heel goed zetten, omdat ik hier natuurlijk best wel veel product heb aangebracht. Concealer en foundation, en anders gaat het dan zo, dan blijft het gewoon niet zitten. En dan pak ik mijn grote afpoederkwast en daarmee ga ik over eigenlijk heel mijn gezicht. Goed, dan ben je dus het spookje geworden en dan ga ik het allemaal een beetje opwarmen. En dat doe ik ook met deze e.l.f. contour palet. Echt een top product weer. Ik gebruik altijd deze twee kleuren en deze is al bijna op aan het gaan. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar ik gebruik hem echt met heel veel liefde. Echt een topproduct. Ik ga weer hier zo doorheen en dan ga ik het contouren. Doe ik altijd met deze Primark kwast. Deze.
Vind ik heel veel chill hiervoor. Het is echt zo'n platte kwast. Dan kun je heel precies de contour maken. Contouren vind ik ook een van de leukste dingen. Of zo, ik weet niet. Dat maakt je gezicht wat warmer. Ik breng het dus altijd aan op mijn jukbeenderen hier zo. En dus op mijn voorhoofd en een klein beetje hier. Nou is het allemaal echt boom. Dus ik ga het even weer heel goed blenden met mijn poederkwast. Zo, nou als ik straks een beetje mijn wenkbrauw heb aangezet, ziet het er allemaal wat beter uit. Dan ga ik verder met blush. Ik vind dat altijd wel mooi. En daarvoor gebruik ik ook deze van Elf. Je zou denken dat het gesponsord is door Elf, maar helaas niet. Dit is de Berry Mary. Echt een hele mooie blush. Dit is hem. Deze gebruik ik eigenlijk ook elke dag. En er zit een heel klein shimmertje in. Dus heel erg mooi. En daar gebruik ik ook een andere Real Technique kwast voor. Echt de blush kwast. En die dep ik ook hier op mijn wangen. Niet vegen, ik weet niet. Ik dep dat er gewoon op. Dan blijft het allemaal gewoon lekker zitten. En eigenlijk de basis wat ik nu heb gedaan, doe ik elke dag. Dus daar krijg ik ook heel vaak vragen over. Welke foundation gebruik je? Welke mascara en zo. Maar dat gebruik ik gewoon wat ik nu allemaal gebruik. Gebruik ik elke dag eigenlijk ook. Dan tijd voor mijn favoriete onderdeel. Dat is namelijk highlighter. En ik heb heel veel mooie palettes van highlighter. Maar ik heb besloten om deze te gebruiken van Momo. Omdat ik die echt heel erg mooi vind. Ook mooi goud, dus het is de Nude Highlighter. En die is echt heel erg mooi, dus die ga ik gebruiken. En daarvoor gebruik ik deze Pussy Shop Highlighter Brush. Heel erg chill. En ik hou van highlighter, dus mag wel lekker veel erop. Met kerst is nooit genoeg. Zo, ik heb heel veel highlighter aangebracht en... Trouwens, over mijn ogenschaduw. Ik zou denk ik met de kerstdagen mijn nieuwe Tarte paletje gebruiken van de Blooming ofzo. Die heb ik voor mezelf besteld voor kerst en die ligt dus nu onder de kerstboom. Dus ik mag hem nu niet voor mezelf voor deze video openmaken om hem te gebruiken. Want hij is echt bedoeld om met kerst open te maken. Dus ik denk dat ik die met de eerste en tweede kerstdag ga gebruiken voor mijn ogen. Dat weet ik wel zeker. Maar ja goed, ongeveer dezelfde look. Dan is het tijd om alles af te zetten met een fixing spray. En daarvoor gebruik ik mijn geliefde Glam Glow fixing spray. Ik heb er al 3 opgemaakt. Ik heb er weer een nieuwe voor op de voorraad. Ik weet niet, hij ruikt super lekker. Hij gaat echt heel subtiel op je huid. En tegelijkertijd zit het er gewoon goed op. Snap je wat ik bedoel? Het is echt, echt één van de beste fixing sprays. Ik heb ook die van MAC en zo getest. Maar deze... vind ik echt helemaal top. Nou, dit laat ik lekker even drogen. Dan is het tijd voor mijn wenkbrauwen. Ik heb natuurlijk mijn wenkbrauwen gepowderbrowed. Maar als ik aan foundation en alles opsmeer, is het eigenlijk weer een beetje weg. En ik vind het toch wel mooi om het een klein beetje nog, nou ja, in te vullen. Hoezo heb je dat gekocht? Het was maar 10 euro. Ik vond het echt een cool spel. Wat ik zelf ook doen. Vonden de boom. Dat is wel leuk. Voor mijn wenkbrauwen trouwens doe ik altijd maar wat. Ik doe gewoon eerst een beetje de onderkant en dan vul ik het gewoon een beetje in. Ik heb al een keer een daily, hoe ik mijn daily make-up volgens mij doe, heb ik gefilmd. Dus daar laat ik volgens mij wel stap voor stap zien hoe ik dat doe. Dus dan zou ik die even hierboven in de video linken. Mocht je het echt willen weten, maar eigenlijk doe ik ook maar wat. Nou, wenkbrauwtjes zitten erop. Dan is het tijd voor mijn ogen, dus mascara en eyeliner. Dus ik ga jullie even weer inzoomen. Tijd voor de eyeliner, want ik ga natuurlijk nepwimpers opdoen. Doe ik eigenlijk nooit. Ik denk dat ik het nog maar 2 keer in mijn leven heb gedaan. Met gala en met... oh ja, met de Halloween look. Dus we gaan het zien. Eerst krul ik altijd mijn wimpers. Tijd voor de eyeliner. En ik doe eigenlijk elke dag eyeliner op. Ik zet ook altijd een wing. En ik doe ook maar weer wat, gewoon een beetje zo. Ik gebruik deze Catrice Long Lasting Eyeliner. Het is gewoon zo'n... ja, met een dun... staafje eigenlijk. Die vind ik heel erg chill. Nou, en dan heb je hem in 10 seconden. Ik ga gewoon van binnen naar buiten en dan doe ik eigenlijk gewoon woep, een streep zetten en dan hoop ik dat het goed is. En ja, omdat ik het eigenlijk elke dag doe, lukt het op zich ook wel. Dus nou, de andere kant, en dat is natuurlijk iets lastig om het gelijk te krijgen, maar ja... dus dat gaan we ook doen.
Nou is het tijd voor de wimpers en daarvoor ga ik deze gebruiken van Ardell, de Natural en dan de 110 Black. Ik vind ze heel erg mooi, ze zijn dus wat ja, natureller. Ik heb best wel veel nepwimpers in mijn la liggen achter mij, maar heel veel heftige. Dus we gaan het gewoon weer lekker proberen. Voor nepwimperadvies absoluut niet bij mij zijn. Ik doe ook altijd maar wat. In de hoop dat het lukt. Oké. Gelukkig droogt die lijm altijd wel natureel op. Dan zie je echt van het witte, dat vind ik zo lelijk. Volgens mij moet je het altijd een klein beetje drogen. En dan plakken we het erop. Oh, dit ging goed. Ik leg het er letterlijk op en hij zit erop. Wat fijn. Oké, dan pak ik mijn... Oh, heel mooi. Mijn pincetje en dan druk ik het. Dat is een beetje eng, dus pas hiervoor op. Want je kan echt in je ogen prikken. Dan ga ik echt tussen mijn velletje, zeg maar, en de wimper. En dan druk ik het zo aan. Het is gewoon gelukt. Oh, I like. Oké, de lijm is nog een beetje paars. Maar als het goed is, droogt dat gewoon op en dan zie je het niet meer. Deze is ook paars, maar deze is alweer opgedroogd. Dus dat is top. Nou, normaal gesproken zou ik nu mascara er nog helemaal overheen doen. Maar dat ga ik nu eventjes niet doen. Omdat ik deze met kerst natuurlijk ook wil dragen. En als ik het dan nu alleen voor de video doe, dan heb ik ze misschien al helemaal gebruikt, zeg maar. Niet meer mooi voor kerst. Dus, nou, nu is dan de stap dat ik nog mascara eroverheen doe. Ga ik dus niet doen. En dan als ik dat heb gedaan, dan doe ik nog wat mascara op mijn onderwimpers. Ik gebruik die van Catrice. Zo, tijd voor de lippen. Even kijken. Ik denk dus dat ik een beetje voor het rode bruine ga. Een beetje klassiek, maar dan niet fel rood. Of Whirl van MAC. Die is echt heel erg mooi. Kijk, het is echt dat mooie... Ja, eigenlijk ook wel een beetje nude bruin. Of van Bobbi Brown, de luxe lip color. Die is ook heel erg mooi. In de kleur Soft Berry 8. Kijk, deze flacon. Dit is weer wat meer, ja, rodig. Ja, ik ga voor die van Bobbi Brown. Die vind ik wel heel erg mooi bij die kerst passen. Niet te overdreven, gewoon heel mooi kleurtje. Zo mooi. Hij smeert ook echt heel zacht aan. Hij droogt niet mat op, dus het blijft wel een beetje zacht. Ja, misschien dat je dan nog een beetje kan afpoederen, zodat het wat matter wordt. Maar ik vind die heel mooi. Dan was dit de make-up look. En dan is het tijd om mijn haar te doen. Dus let's go. En ik ben in de badkamer. Nou, ik ga dus mijn haar krullen. Ik vind dat wel leuk voor kerst. Dus dit is mijn haar als ik er gewoon niks mee doe en kan. En daarvoor ga ik deze krultang gebruiken die ik van John Berends heb ontvangen. Echt mega tof. Laten we hem zo zien. Ik heb ook deze ontvangen. De Chi Protection Heat Protection Spray. Dus die ga ik zoals eerst in doen. En ik heb dus deze ontvangen. Nou ja, ik gebruik eigenlijk altijd de krultang van Remington. Die is heel erg chill. De dikke heb ik en ook een dunnere. Maar ik heb dus nu deze van Kendall Jenner, de Formawell, ontvangen. Van John Berends. Echt, hij kwam zo in deze doos binnen. Ik dacht echt, oh my god. Kijk dit. Prachtig. Dus die ga ik vandaag proberen. Wauw. Echt met rosé gouden elementen. Of details. En een wit. Heel erg mooi. Hij heeft dus zo'n ding, maar dat ga ik niet gebruiken. En je kunt hem opzetten. Maar ik doe hem gewoon mijn haar hier omheen. Want ik vind dit altijd echt gezeik. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik zou de product even in de beschrijving linken van John Berends. En dan deze krultang en de Chi of Chi Heat Protector. Even kijken, ik doe hem aan. Oh ja, ik heb hem aangedaan. Dat kun je hier zien. Ik weet niet of je het kan zien. Daar, hij staat op 180. Heb je hier zo'n dingetje en dan ga ik hem heter doen. Naar 200. Dus die laat ik nu warm worden. Nou, tijd om dus mijn haar even te beschermen. En daarvoor ga ik deze gebruiken, de Heat Protector. Ik gebruik normaal die van André Lon. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan borstel ik mijn haar even uit. En ik ben ook echt iemand die veel te lui is om heel mijn haar op te steken en zo. Ik vind het altijd wel mooi als het gewoon een beetje een slag is. Niet te heftige krul. Dus ik pak altijd gewoon een pluk en dan draai ik het in en zo doe ik heel mijn haar. Ik heb geen zin om dat helemaal zo op te steken en dat doe ik eigenlijk ook nooit, dus dat. Ik pak de achterste pluk, ongeveer van deze dikte. En ik krul eigenlijk ook altijd naar buiten. Vooral als je hier komt is het niet mooi om naar binnen te krullen, maar wel naar buiten. Oké.
Let's try. Oeh. Het is echt top, want hij is dus eigenlijk bijna direct al gelijk warm. Dus ik hoef ook niet heel lang te wachten. Dus ja, dat schiet wel mooi op. Hou ik hem los, hou ik het altijd nog even in mijn hand zo en dan hou ik hem... Oh, kijk. Dit is top. Niet te strak. Straks lekker loshalen met mijn vingers. Top. Ik ga nu even verder met heel mijn haar. Met deze parel. Hij ziet er prachtig uit. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, mijn haar is gekruld. Het zit nu nog best wel heftig. Maar dat zakt straks allemaal nog heel erg mooi uit. Dan is het tijd om haar nog in te doen. En daarvoor gebruik ik deze van Sios. De Volume Lift. En dat doe ik als het allemaal is afgekoeld. Zo. En vooral in de voorste. Zoals ik zei, dit is nog niet het eindresultaat. Wat ik nu heel vaak doe is olie op mijn handen en dan ga ik zo door alles heen. Ik gebruik of die van Guizhou. Ik gebruik eigenlijk verschillende soorten haarolieën. En nu op dit moment gebruik ik even, omdat die hier staat, deze van Lanza. En die is ook heel chill en die ruikt heel erg lekker. Dus het maakt niet uit welke olie. Ik vind alle olie op zich wel gewoon prima. Dan ga ik lekker doorheen, zodat het wat zachter wordt. Oké, je kan ervoor kiezen om nu nog volume, poeder en alles in je haar te doen. Maar mijn haar is echt nog vet schoon. En ik vind als ik volume poeder in mijn haar doe, dat het dan heel vies aanvoelt. Dus ik laat het lekker zo. Ik ben echt heel erg te spreken over deze krultang. Het wordt vet snel warm en je bent echt vet snel klaar. Ik ben denk ik in 10 minuutjes klaar met mijn haar krullen. Terwijl ik nog best wel lang haar heb. Dus echt top. En die ja, heat protector lijkt me gewoon prima zijn werk doen. Toppie. Dus dit ga ik nu even lekker laten uitzakken. En dan was dit eigenlijk alweer de look. Dan is dit denk ik de outfit die ik ga dragen met eerste kerstdag. Een beetje casual. Maar ook weer een beetje gale, want het is echt zo'n hele mooie jurk. Het is namelijk deze watervaljurk. Je ziet het nu niet heel goed, maar het is echt zo'n mooie waterval met heel veel glitter van Shein. Echt heel erg leuk. En daarbij heb ik dit wikkelvestje, een zwarte van Marques, dat is een heel erg leuk webshopje. Ik heb ook een kortingscode voor jullie, maar die zou ik anders even in de beschrijving wel linken. Nou, deze jurk heeft dus echt een prachtige split. Met al die glitters, echt heel erg leuk. Nou, en mijn Dr. Martens plateau eronder vind ik eigenlijk wel weer heel stoer. Dus dat is de outfitje die ik denk ik met eerste kerstdag ga dragen. Heb ik hier nog wat opties voor kerstavond en tweede kerstdag. Dit is een heel erg leuk jurkje. Een soort t-shirt dress van Guts & Gusto. Of dit jurkje van Joins. Dit is echt een hele mooie rode jurk. Echt heel mooi. Die sluit gewoon heel mooi aan. Heel simpel eigenlijk met een V-hals. Dus of deze. Of dit jurkje van Naked en die heeft aan de achterkant echt een prachtige open rug. Dus dat is ook echt heel erg leuk. Of een body met een rokje. Ik weet het nog niet zo goed. Dus veel keuze voor eerste of voor tweede kerstdag en kerstavond. Maar ik zie het wel. Dan de sieraden die ik denk ik om ga doen. Dat is deze. En ik weet eigenlijk niet meer waar die van is. En deze is volgens mij van My Jewelry. Dan mijn ringen. Deze is van Laura's Webshop. Ik zou proberen te linken in de beschrijving. Deze ring is van Lucardi. Deze is van Ixie. Echt heel erg leuk. Een combinatie gemaakt. En deze is van Yewang. Daar zit een S in van Sander. Dan echt een hele leuke vlinderarmband. Die past natuurlijk bij mijn tattoo. Volgens mij is deze van Bijou MC. Maar ik weet het niet zeker. Ik krijg namelijk zoveel sieraden opgestuurd. En deze is van Clues. En deze zijn van By Sure. En deze van Verder en Verder. Dit is met de vingerafdruk van Sander. Echt heel erg leuk. Nou, oorbellen heb ik deze lange van By Sure. Die daarnaast is van een juwelier hier in de buurt. En die daarnaast is van... Oh my god, ik weet het echt niet meer. Heel cute. Die heb ik net nieuw. Kom op, Floor. Dit moet je weten. Volgens mij ook van Bijou MC of van... ik weet het echt niet meer. I'm sorry. Dus dat is de look. En mijn haar moet echt nog heel erg uitzakken. Maar dat is echt top dat het er zo sterk in komt te zitten. Nou, dan was dit alweer de look. Mijn haar moet nog heel erg uitzakken. Maar dit is ongeveer wat ik met eerste kerstdag ga dragen en doen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond jij hem leuk? Doe dan even je duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En natuurlijk hele fijne kerstdagen gewenst. En maak er wat moois van. Nou, ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!